Vaste Radio. Live. Achtergronden. Actualiteiten. Met Frans Pinas. Het wereldtoneel hebben we altijd onze eigen mensen die het voor ons in onze eigen woorden duidt. En dat is politiek commentator Kees de Gruyter, oud-politicus. En kabinet is gevallen. Dat is het nieuws wat nu aan de hand is hier in Nederland. En ik heb contact gezocht met Kees de Gruyter. En ik ga Kees gelijk vragen. Kees, waarom is het kabinet gevallen? Er was iets ergs gebeurd. De regering en vooral de ministeries, die hebben enorm gefaald. Die hebben groot onrecht aangericht door slechte uitvoering te geven aan het beleid wat ze moesten doen. En daar is een onderzoek naar geweest. Daar heeft een commissie van de Tweede Kamer heel duidelijk gemaakt dat jarenlang er van alles fout gegaan is, waardoor duizenden mensen in de financiële problemen geraakt zijn, terwijl dat helemaal nergens voor nodig was. Die werden aangewezen als fraudeurs, terwijl dat daar helemaal geen sprake van was. En het ergste nog was, want er wordt altijd wel eens iemand vermalen door de Belastingdienst, maar dat er hier etnisch geprofileerd werd, zoals het heet. Dus dat ze op basis van iemands nationaliteit of dubbele nationaliteit of herkomst ze aanwezen als fraudeur. En dat is racisme. En daar wil de Nederlandse regering natuurlijk niet verantwoordelijk voor zijn. Daar wil de Tweede Kamer niet voor verantwoordelijk zijn. Maar het gebeurde wel. En dus moest de regering, toen dat duidelijk was dat er geen andere verklaring voor te geven was, moest de regering aftreden. Dus Kees, we kunnen zeggen dat de regering is afgetreden vanwege institutionele racisme. Gewoon racisme. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Ja? Ja, dat is in het systeem geslopen. En aha. Daar hebben de ministers die daar verantwoordelijk waren voor die ministeries, die hebben dat ook niet echt lang zien komen. In die organisatie was daar ook niet echt één persoon voor verantwoordelijk. Dat is er ingeslopen. Daar heeft iemand op een gegeven moment gedacht, goh, we gaan dat zo en zo doen. En daar heeft niemand op gelet. En dat is, maar ondertussen kregen die mensen brieven thuis dat ze tot tienduizenden euro's terug moesten betalen. Die moesten hun huis verkopen. Die moesten alles wat ze hadden verkopen. Die zaten echt in de honger zo nu en dan. Want die werden helemaal vermalen door het systeem. Het is mooi, het is plausibel, een kabinet treedt af, maar ik vind het zo karig. Is het niet strafbaar dan? Kunnen wij mensen niet hiervoor aansprakelijk stellen en misschien opsluiten als je iemand in de problemen jaagt vanwege zijn huidskleur of achternaam? Is er geen regeling in Nederland die dat strafbaar maakt? Racisme, vooral als het gaat vanuit de overheid, of discriminatie is het dan meer. Hè? Dus het racisme is meer het idee, hè, over een ander. Maar discriminatie is in dit geval, als de overheid dat doet, misschien nog wel ernstiger. Want dan maakt die ook echt onderscheid. Dan wordt de ene anders behandeld dan de andere. En dat is verboden. Dat is zelfs in de grondwet verboden. Dat met name de overheid niet mag discrimineren. Alleen dan is de vraag bij zo'n ministerie, wie is verantwoordelijk? Wie kun je daarvoor straffen? Want je moet wel een soort persoonlijke schuld ergens aan hebben in Nederland, wil je veroordeeld worden. Nou, één ding is al geprobeerd, om het ministerie van Economische Zaken te vervolgen voor discriminatie. En daarvan heeft het Openbaar Ministerie tot nu toe gezegd, dus de officier van justitie, van dat gaan we niet doen, want je kunt zo'n organisatie niet aanklagen. Je kunt hem ook niet straffen, want wat moet hij dan doen? Van ons belastinggeld dan nog een keer
iets gaan doen. Je kunt beter zorgen dat die mensen ruim gecompenseerd worden voor hun, voor de ellende die ze gehad hebben. Maar de gedupeerde mensen, die zijn er nog lang niet klaar mee, want die hebben ook, die krijgen allemaal 30.000 euro schadevergoeding van de regering. Dus dat in die zin is het technisch rechtgezet, maar dat geld hebben ze nog niet. Maar bovendien zeggen ze, ja, dat kan wel wezen dat we geld krijgen, maar we vinden dat de bewindslieden die hiervoor verantwoordelijk waren, voor de rechter moeten verschijnen. En dat is wat op dit moment aan de gang is. Dus naast die hele procedure van dat de regering is afgetreden, hebben de aantal mensen die zijn aangepakt, die hebben gezegd, wij gaan naar de rechter en we klagen de verantwoordelijke bewindslieden aan. Het is 30.000 euro, dat is wat men wil gaan vergoeden, hè, als compensatie voor mensen die schade hebben geleden. Hoe komt men aan dit bedrag? Ik ken mensen die veel meer schade hebben geleden dan dit. En ik ken ook mensen die veel minder schade hebben geleden. Hoe komt men aan zo'n bedrag dan? Die 30.000, dat is een schadevergoeding waarvan gedacht is, dan heeft in elk geval zo'n 80% van de mensen is hiermee zijn schade gedekt. Wie meer schade heeft, die krijgt ook meer. Maar dat moet dan wel aangetoond worden. En dat gaat dan in elk geval over veel minder mensen. Want er zijn inderdaad mensen die meer dan 30.000 euro schade hebben. Die hebben nu ook die 30.000 gekregen en voor dat extra geld, dat moet dan aangetoond worden. Maar de mensen die minder dan die 30.000 euro schade hebben, die hoeven verder niks aan te tonen. Die krijgen dit bedrag van die 30.000 euro uitgekeerd. Wij zijn Nederlanders en we hebben altijd een grote bek, hè, naar andere landen toe. Naar hun democratie, naar hun systeem, naar hun bestuur. Hoe zal Nederland zich nu voelen om dit te horen, dat een regering aftreedt omdat er zoveel racisme institutioneel, hè, niet gewoon racisme op straat, maar dat het in de instituten zit. Wat betekent dit voor Nederland als Nederland naar buiten kijkt? Hoe kijkt het buitenland naar Nederland? Je schaamt je dood als je nu even langs de kanalen zept en de buitenlandse nieuwszenders ziet. Daar staat Nederland overal te kakken als een land dat op basis van afkomst, van ras, van nationaliteit heeft gediscrimineerd. En dat de regering daarom gevallen is. En ja, dan, verder wordt er natuurlijk niet veel uitgelegd in het buitenland, maar het is wel duidelijk voor iedereen van ja, er is daar wat mis in Nederland. Sterker nog, dit is artikel 1 van onze grondwet. Ja. Ja, dat kent iedereen. Dat is de eerste wat je leest in onze grondwet. Ja. Nou, het verhaal zal ook nog wel uitgebreid uitgezocht worden. En wat je dan, je zou de bewijzen spreken een film over kunnen maken. Want als je terugkijkt in het verleden, dan waren er eerst mogelijkheden om toelagen te krijgen. En daar hebben toen in de tijd, ik weet niet of je dat nog kan herinneren, maar Bulgaarse bendes, die hebben daar misbruik van gemaakt op grote schaal. Er waren hele dorpen in Bulgarije waar de mensen oranje pasjes van de ING-bank konden laten zien. En daarmee haalden ze hun toelagen op. Die woonden helemaal niet in Nederland, hadden ook helemaal nooit in Nederland gewoond. Dus die hadden daar helemaal geen recht op. En toen heeft de Tweede Kamer gezegd, dit soort fraude, en dat werd ook gewoon Bulgare fraude genoemd, wat we toen allemaal terecht vonden, maar wat als je op de keper beschouwt natuurlijk ook al een vorm van discriminatie is door op die manier alle Bulgaren over één kam te scheren. Maar toen was iedereen het erover eens, we moeten die fraude keihard aanpakken. En dat was dan vooral fraude waar buitenlandse bureautjes bij betrokken waren enzovoort. En zo zijn die ambtenaren, die moesten dus gaan scoren om
zonder pardon, als er gefraudeerd werd, alles terug te eisen en een boete erop. Maar die gingen dat zo nauwgezet doen. En daar zit het enge in, dat moment van de omschakeling. Die gingen dat zo nauwgezet doen, dat als iemand een hele kleine fout gemaakt had in een formulier, dan werd al het geld wat ze de afgelopen jaren ontvangen hadden, werd teruggevorderd. En dat ging over kinderopvang. En kinderopvang is behoorlijk duur. Dus als je van de overheid een toelage krijgt voor het betalen van de kinderopvang, dan kan dat enorm oplopen, dat bedrag. Alleen, je hebt dat gewoon uitgegeven aan, dat geld is naar dat bureau gegaan wat daarin heeft bemiddeld, of naar de kinderopvangorganisatie, dus je hebt dat geld niet meer. En dan moet je ineens €10.000 terugbetalen of zo. Nou, dat kan natuurlijk niemand. Niemand heeft, tenminste, ja, er zijn er wel een paar, maar normaal gesproken heeft niemand €10.000-20.000 op zijn rekening staan of op zijn spaarrekening die even gelijk kan aflossen. En bovendien zeiden die mensen, ja, we hebben alleen maar een foutje gemaakt in een formulier. Maar dus dit betekent ook hoe goed je moet oppassen bij een ambtelijke organisatie welke opdracht je ze geeft. Want die zeggen gewoon, ja, wij moesten streng optreden tegen fraude. En dat hebben we gedaan. En omdat bij die bureautjes die dat geregeld hadden, daar zaten bijvoorbeeld wat Turkse bureaus bij. En toen hebben ze gezegd, nou, dan zijn dus alle Turken, in elk geval alle mensen met de dubbele nationaliteit, de Nederlandse, Turkse nationaliteit, die zijn fraudeurs. En dat, daar ga je dus met artikel 1 de fout in, want je mag niet zomaar een hele mensen op basis van hun herkomst wegzetten als fraudeur, want dat is natuurlijk geen enkele aanleiding voor. Ja, ja. En Kees, het is nu gebeurd, hè. Wat voor een mechanisme is ingebouwd dat het mij of mensen niet meer overkomt en dat het ons niet meer gebeurt over een paar jaren? Het aftreden van het kabinet heeft daar geen enkele invloed op. Misschien wel in tegendeel, want die zijn nu minder slagvaardig om er wat aan te doen. Daar moet echt, die trap moet echt helemaal schoongeveegd worden. En mijn analyse is dat je nooit meer van dit soort ingewikkelde regelingen moet maken. Want hoe kun je nu verwachten dat je een regeling maakt die zegt, nou, je kan geld aanvragen en dan krijg je dat geld. En dan gaan we controleren of je er wel recht op hebt. En dat is dan voor iedereen anders. Ieder zijn omstandigheden zijn anders enzovoort. Dus je hebt dat ook gezien met de rugzakjes in de zorg. Hè? Dan kregen mensen geld in plaats van diensten. Sorry. En dat moesten ze dan vervolgens verantwoorden. Ja, daar heb je zo'n gigantisch ambtelijk apparaat voor nodig om dat allemaal individueel te gaan controleren. Dat mensen dan op een gegeven moment die gaan formules gebruiken, algoritmes, om te zeggen van nou, in die gevallen gaat het wel eens fout. Dus dan gaan we die gewoon allemaal aanwijzen. Dus het belangrijkste wat er moet gebeuren, is dat de Kamer moet niet meer vragen om ingewikkelde dingen. Het is altijd de Kamer die vraagt om maatwerk. Nou, en we weten, de uitvoeringsorganisaties, of dat nou De ministerie van Financiën of van Sociale Zaken zijn of de uitkeringsorganisaties enzovoort, die kunnen geen maatwerk leveren. Dat is niet omdat ze geen goede ambtenaren zijn, maar daar is het gewoon het land te groot voor. Daar heb je te veel gevallen voor. Dus nooit meer aan de minister vragen, ik wil een maatwerkoplossing als Tweede Kamer. En ook nooit meer aan een minister vragen, ik wil een toelage voor een speciale groep mensen. Je kan veel beter gewoon één vlakke belasting heffen, zonder al die aftrek voor hypotheekrente, voor
ziektekosten voor, nou ja, noem maar op. Al die aftrekposten, als je die allemaal schrapt en als je dan ook nog alle ambtenaren, duizenden, tienduizenden ambtenaren die zich daarmee bezighouden, ook schrapt, dan heb je genoeg geld over om iedereen een gelijke belasting te laten betalen. Wel naar inkomen natuurlijk, zodat mensen dat zelf kunnen betalen. Want waarom zou je mensen eerst belasting laten betalen aan de overheid en ze het dan weer teruggeven in 100 bijlagen, 100 toelagen? Dat is niet efficiënt. Absoluut niet efficiënt. Hey, maar Kees, nu horen wij dat iedereen aftreedt. Kabinet, ministers, staatssecretaris, adviseurs, beleidsadviseurs, schoonmaakster. Iedereen gaat weg. Iedereen treedt af in Den Haag. En dat maakt het voor ons nog waziger dan het al was. Wie is de spil hierin? Het zou toch makkelijker zijn om de spil, om te weten wie de spil hierin is, wie verantwoordelijk is voor dit en daar dingen mee doen. Het is een proces van 10 jaar geweest, of misschien nog iets meer, waarin dit allemaal is fout gegaan. Dus in die tijd heb je verschillende regeringen gehad. Ministersploegen die elkaar afwisselden. Je hebt dus hele kersverse ministers en staatssecretarissen die nu aftreden, maar die er nog nooit voor verantwoordelijk geweest zijn. Je hebt bijvoorbeeld Asscher, toen de PvdA aan de regering meedeed. Lodewijk Asscher, de lijsttrekker en de fractievoorzitter nu van de Partij van de Arbeid, die was verantwoordelijk toen als minister van Sociale Zaken. En die heeft voor de commissie ook opgetreden en gezegd, ja, ik heb brieven gehad onder mijn ogen, maar ik heb er niet goed naar gekeken. Ik had het kunnen weten. En die heeft vreselijk zijn spijt betuigd. Maar ja, hij zit niet in de regering, dus hij kan niet aftreden. Nou, die is nu teruggetrokken, heeft zich teruggetrokken als lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid. Hij zegt, als ik het echt goed begrepen had wat daar gebeurt, dan had ik dat natuurlijk, want ja, dat is geen PvdA-beleid om aan discriminatie te doen. Dat is voor geen enkele partij trouwens. Zeker voor de Partij van de Arbeid niet. Maar hij heeft wel moeten zeggen van ja, ik treed terug, want ik ben niet meer geloofwaardig. Dadelijk sta ik daar, proberen de PvdA groot in de verkiezingen te laten worden. En dan komen, dan zegt iedereen van ja, maar ho even, jij bent verantwoordelijk geweest voor dat schandalige beleid. En ook een paar ministers van die nu in de ministersploeg zitten, dus nu in de regering zitten, van die tijd. Erik Wiebes was er daar een van. Die zat dan op financiën en Asscher op sociale zaken. Nou, die is nu ook als minister, heeft hij gelijk van de ene op de andere dag zijn biezen gepakt en gezegd van ja, ik kan niet langer functioneren omdat ik daarvoor verantwoordelijk geweest ben. Hij zegt er wel bij, ja, ik weet niet wat ik had moeten doen om het te voorkomen, maar ik was verantwoordelijk. De rest van de regering heeft daar veel minder direct mee te maken gehad. Want normaal gesproken, alleen de minister die op een bepaald ministerie zit waar fouten gemaakt worden, die is daarvoor verantwoordelijk. Niet zijn collega's van andere ministeries of de premier. Premier is wel de hoofdverantwoordelijke voor de hele regering. Dus die heeft de eindverantwoordelijkheid, maar die bemoeit zich niet met wat een minister doet met zijn ministerie normaal gesproken. Nou, nu is gezegd, we treden af, maar we zitten midden in een crisis. En dat betekent dus dat heel het land wil dat er een sterke regering zit. Nou, daar hebben we dus geen regering en wel een regering. Dus zegt de Tweede Kamer van nou, het is goed dat jullie afgetreden zijn, maar jullie gaan gewoon door alsof er niks gebeurd is, want het land moet bestuurd worden. Ja, dus in die vreemde situatie zitten we nu, op dit moment. Ik kom straks bij de regering. Maar ik denk, beseft
Nederland wel, ik bedoel politiek Den Haag, beseffen ze wel wat dit met mensen doet. Ik bedoel, als je mij uitscheldt vanwege mijn huidskleur op straat, kan ik het hebben. Maar als jij mij in de problemen jaagt vanwege mijn afkomst, dan is iets anders, Kees. Echt, dit zit diep bij, is erger dan Zwarte Piet. Ja, dat is het ook. Ja, dit is gewoon directe mensen beschadigen en in grote problemen brengen. Niet vanwege wat ze gedaan hebben, maar gewoon vanwege hun afkomst. Ja, zo erg is het. Ja, dat constateren we nu. En daar is een vernietigend rapport van de Tweede Kamer zelf over gemaakt. En het belangrijkste... Tenminste, twee dingen zijn belangrijk. De mensen die hiervan het slachtoffer geworden zijn, die moeten geholpen worden en gecompenseerd worden. En die moeten alle excuses van we hadden dit nooit zo mogen laten gebeuren. En aan de andere kant moet voorkomen worden dat dat ooit nog een keer gebeurt. Dus wat dat betreft is het ook wel een wake-up call als je een ambtelijke organisatie, een ministerie, ja, daar zitten 10.000 ambtenaren en die daartegen zeg je van ga dit oplossen, dit probleem. Want dat was dan toen de vraag van ga die fraude oplossen. Ja, daar hebben mensen gigantische fouten gemaakt. En andere mensen hebben die fouten niet ontdekt. Tot het moment dat die slachtoffers al zo ver in de ellende zaten en dat het nauwelijks nog weer te repareren was. En dat is afschuwelijk. Maar ja, wat doe je nu? Je kunt nu niet zeggen, we doen geen regering. Je moet het land blijven besturen, vooral in die coronacrisis. Dus veel meer dan die twee dingen kun je niet doen. Nee, voor mij hoeft het ook niet af te treden, hoor. Ik vind het symbolisch. Het lijkt symboolpolitiek. Dat is gewoon symbolisch. Vind jij het toch ook, Kees? Het heeft in elk geval geen effect. In die zin is het symbolisch. Ik vind wel, want daar is natuurlijk nogal wat discussie over geweest. Van ja, als we nou toch gewoon als regering doorgaan, is het dan wel... moeten we dan wel aftreden, want in maart zijn de verkiezingen en dan kan iedereen afrekenen met de mensen die de fouten gemaakt hebben. Dan zeggen we, die kiezen we nooit meer. Zo werkt de politiek natuurlijk ook, dat als een regering fouten maakt, ja, dan, en het volk wil hem niet meer, dan komt hij na 4 jaar niet meer terug. En dus dat, wat dat betreft is het wel symbolisch, maar aan de andere kant, nu die afspraken gemaakt zijn dat de regering in elk geval gewoon doorgaat, is dit toch wel het minste symbool wat ze hadden kunnen doen om te laten zien van dit is serieus. Er zit nog een andere kant aan het aftreden. Als een minister gedwongen wordt om af te treden omdat zijn ministerie gefaald heeft, want daar komt het toch wel op neer. Er is geen enkele minister geweest, ook niet Asscher, ook niet Wiebes, die gezegd hebben, jullie gaan discrimineren. Ze hebben het gewoon niet doorgehad dat het gebeurde. Maar in die ministeries is dat wel gebeurd. En als een minister dan kan zeggen, wij hebben moeten aftreden omdat jullie de boel verkloot hebben, dan kunnen ze ook een beter huishouden in dat ministerie door daar de bad apples weg te halen. Klinkt effectiever, vind ik. Zeg je? Ik vind dat klinkt effectiever. Ja, als de regering gewoon blijft zitten, dan blijft de directeur-generaal ook gewoon zitten en de mensen daaronder ook gewoon zitten. En dan zeggen ze, we gaan iets doen aan de bedrijfscultuur in ons ministerie of zo. En dan horen we er nooit meer wat van. Maar nu kun je, doordat je zegt van jullie hebben ervoor gezorgd dat wij in een slecht daglicht staan. Wij hebben door jullie schuld moeten aftreden, ministerie. Nou gaan wij ook flink huishouden in dat ministerie
om te voorkomen dat jullie ons dat nog een keer flikken. En wie is nu in het kabinet, in de regering, wie is nu public enemy number one, publiek vijand nummer één? Ik lach erom, maar nou, ik zal als je merkt zak. Wel, in de verkiezingscampagnes zijn natuurlijk begonnen. Dus het is nu wel in de beschuldigende vingers, alle vingers op, alle ballen op Rutte. He, want die is als prime minister in al die kabinetten waar dat fout gegaan is, is die natuurlijk de eindverantwoordelijke geweest. Het gekke is dat je dat hij gewoon weer lijsttrekker wordt en dat zijn kiezers gewoon weer zeggen van ja, het is heel stom geweest. Maar de VVD en Mark Rutte moeten gewoon weer terugkomen. Voor mij is hij populairder dan ooit. Hij staat nog steeds, het is nog steeds de grootste partij in de polls. Dat kan natuurlijk nog veranderen. Hè. Het kan best zijn dat de komende weken dit hele verhaal flink gaat indalen bij iedereen. En iedereen zegt van ja, want alle partijen zullen ook nu naar Rutte gaan wijzen als degene die de kwade genius is. En ja, je kunt, als je tegelijkertijd ook prime minister moet zijn, dan kun je is dat moeilijk om je te verdedigen. Want je zit daar wel voor het kabinet. Dus je kunt niet. Het is moeilijk om persoonlijk campagne te voeren. Maar het kan dus best zijn dat die populariteit nog flink gaat zakken. Of dat. Of we daar allemaal blij mee moeten zijn, dat kun je nog afvragen. Omdat als er veel kiezers bij de VVD weglopen, is wel de kans groot dat die allemaal naar de PVV lopen. Nou, Kees, ik, I'm a black man. Ik denk, ja, ik stem liever PVV dan weet je tenminste waaraan je toe bent, toch? Dat je mij gewoon alles zegt in mijn gezicht in plaats dat jij in instituten mij tegenwerkt vanwege mijn afkomst. Dat is pas erg. Ja. En ik wil ook niet gezegd hebben dat de PVV... die heeft een heel strak standpunt en daar gaan ze wel eens flink over te schreven als het gaat over migranten die nu naar Nederland komen. Maar de PVV is beslist geen racistische partij. Nee? Nee, dat vind ik niet. Maar het is wel de partij die roept minder Marokkanen. Dat is niet racistisch. Ja, maar dat verschil maak ik. Dat ze... Ze doen dat op basis van de discussie over migratie. Aha. He, van hoeveel mensen mogen de Nederland binnen. Maar ik geloof niet dat er... dat zie je bij Forum voor Democratie veel strakker... dat daar gewoon ideologische racisten rondlopen. Maar bij PVV is dat gewoon alleen maar de mensen die boos en bang zijn vanwege de grote migratiestromen, dat die daardoor hun stemmen trekken. En ik vind ook dat Wilders daarin over de schreef gaat. Maar jij zei net van ik ben een zwarte man en ik zou nog liever op de PVV stemmen. Ik denk dat er in het electoraat van de PVV ook flink wat niet-blanke Nederlanders zitten. Jawel, maar ik weet zeggen, het. Die zeggen van, wij, want je ziet ook bijvoorbeeld onder de Marokkaanse elite in Nederland, die zegt misschien ook wel van, ja, hou even, als we maar nieuwe migranten naar Nederland krijgen, dan komt onze positie onder druk te staan. Dus zo zie je ook dat er zijn ook rechtse migranten die een anti-migratiestandpunt hebben. Hey, maar Kees, als de verkiezingen niet over twee maanden zouden zijn, 2,5 maand, denk je dat de regering dan toch zou aftreden? Stel je voor, verkiezingen zouden in 2023, 2022 zijn. Waar is afgetreden? Ja, dat denk ik wel. En dus, het is al heel zwaarwichtige zaak dus.
Dan waren er direct nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Oké. Nu hoeft dat niet, omdat die verkiezingen er al komen. Dus je kunt daar geen tijd winnen. Maar als de verkiezingen nog een jaar weg waren geweest, dan had het wel iets betekend. Want dan was die echt gevallen en had je nieuwe verkiezingen uitgeschreven om aan Nederland te vragen van nou zeg maar wie het wel moet gaan doen. Kees, ik ben bang dat ik iedere zondag een beroep op jou ga doen, want er gebeuren zoveel dingen in de wereld die duidelijk duiden nodig heeft hier. En jij doet het goed voor mij, luisteraars, en dat appreciëren wij. Kees, tot besluit, Mark Rutte had Santokki uitgenodigd voor een werkbezoek. Ik dacht tweede week februari. Heeft het bezoek nog zin? Is het nog zinvol dat Santokki, de president van Suriname, naar Nederland komt? Want Rutte is demissionair en zijn heel kabinet. Ja, als dat coronagewijs zou kunnen, denk ik dat dat heel goed is. Ik denk dat sowieso. Het is niet zo dat er, zoals in Amerika, dat als je hier verkiezingen hebt, dat er dan de ene partij helemaal weg is en de andere opkomt. Dus veel van de mensen waar Santokki nu mee zou kunnen praten, die zitten daarna de verkiezingen weer. Ik denk ook tenminste, mijn inschatting is dat het heel goed is dat die band tussen Nederland en Suriname snel versterkt wordt. Santokki ook die band kan gebruiken om sterker te staan in eigen land. Ja, want nu gaat de stemming daar in Suriname van ja, je zou naar Rutte gaan. Rutte heeft jou uitgenodigd, maar Rutte heeft het ook moeilijk deze dagen. Dus blijf daar. Wat voor zin heeft het bezoek nog als Rutte in de problemen zit? Dus dat is die vraag die gesteld. Maar jij zegt dat het nog gewoon dat het zinvol is dat hij toch komt naar Nederland. Ik denk dat het zinvol is. De regering is gewoon, die is nu demissionair, zoals dat heet. Maar dan betekent nog gewoon dat ze doorregeren tot misschien nog wel maanden na de verkiezingen. Want in maart zijn die verkiezingen. Ja, dan moet je een formatie, hè? Dan krijg je nog de formatie. Ja, dat kan lang niet. En deze regering die gaat pas weg als die formatie afgelopen is. Aha. En er een nieuwe regering zit. Dus ik denk dat dat ook in de rest van de internationale politiek niet gebeurt. In Europa gaat natuurlijk ook alles door. Dus ik zou het een slechte zaak vinden om dat uit te stellen. Oké, dat hebben we zo in Suriname nu gehoord. Kees, we gaan het hierbij laten. Verwacht je nog meer dingen komende week? Zullen er meer verrassingen? Zijn er verrassingen nog? Dingen die ons gaan verrassen komende weken? Op weg naar de verkiezingen? Nou ja, misschien nog wel de clash rond COVID. Want daar zitten nu drie dingen spelen. Die idee van die avondklok, dat mensen na 6 uur of 8 uur niet meer buiten mogen. Dat gaat steeds meer weerstand opwekken. Aan de andere kant heb je dat de Nederlandse bevolking steeds minder doet aan het handhaven van de regels en daarmee zichzelf in de problemen brengt, want daardoor duurt die lockdown alleen maar langer. Mm-hmm. En die vaccinatie die maar niet op gang begint, maar niet op gang komt. Ja, want dat was eerst nog het idee van nou, dat doen we niet voor oud en nieuw, want dat is alleen maar symbolisch. Maar ja, we zijn nog steeds niet op gang. Dus Nederland loopt daar vreselijk achter op andere landen. En daar worden mensen ook heel erg ongeduldig van. Okay. Ook in de Tweede Kamer. Dus ik verwacht dat dat de komende week wel op gaat spelen. Oké, we hebben veel te bespreken, dus we laten het hierbij voor deze week en ik hoop je volgende week weer te spreken. Kees de Gruyter. Heel goed, Frans. Dank je. Politicus in rusten en politiek commentator, vooral hier bij Diaspora Talk. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.